vitamintjes. Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En vandaag ga ik iets vets doen. Ik ga van een hele simpele bruistablet een bruisraket maken. Yes! Ready for take-off, jongens? Riem vast. Let's go! Wat heb je nodig? Bruistabletten, een klein kokertje. Je kan ook deze koker gebruiken, maar dan moet je al die tabletten eruit halen. En een beetje water. Goed, heel simpel. Hier gaan we een beetje water in doen, half vol. Bruistabletten bij, dekseltje erop. Bam! Let op. Zo. En dan die bruistablet erin. Past precies. Zo. Dekseltje erop, niet vergeten weg te rennen. Oké, beetje laf. We gaan even een grotere buis gebruiken en meer bruistabletten. Dus die gaan even hierin. En dan gaan we twee tegelijk erin gooien. En deze vullen we dan half vol met water. Kijken wat die doet. Wee-joe. Nog een keer proberen. Die ging ver. Maar hoe kan het nou dat die top eraf knalt? Nou, dat ligt aan de stofjes die in die bruistablet zitten. Citroenwater en natriumwaterstofcarbonaat. Als die twee stofjes bij elkaar komen, en dat gebeurt als je water toevoegt, dan gaan ze met elkaar reageren en ontstaat er koolzuur. En dat koolzuurgas, dat zijn die bubbeltjes. En dat gas neemt meer ruimte in dan het water. Dus je ziet, allemaal gas. Maar dat gas, dat wilde wel uit, maar dat kan niet, want jij hebt die dop erop geknald. En die zit klem vast, dus de druk in dat dingetje wordt hoger en hoger. En dan zijn meer bubbels en meer bubbels, totdat, bam, je raket is gelanceerd. Zo simpel is het. Wat zou er gebeuren als ik twee van die dingen erin doe en in de bak water leg? Torpedo! Oké, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, we maken een torpedootje. Knalt heel die dop eraf. Bootje. Oké, jongens, ik wil nog even iets proberen. Want wat zou er nou gebeuren als we die koker op zijn kop zetten? Vliegt dan niet alleen de dop natuurlijk weg, maar dan vliegt die hele koker weg. En dat is veel cooler. Dus, daar gaan we. Huppa, die erin. En 1, 2, 3, dop erop. En wegwezen. Wow. Die vloog hoog. Hey, hebben jullie nou nog meer proefjes die ik kan doen, waar ik dingen kan afschieten, dingen kan opblazen? Zet het even in de comments. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet op dit kanaal te abonneren. Dan zie ik jullie weer volgende week. Later!